Ricardo, wat een geweldige invalbeurt. Ja, nee, belangrijk geweest vandaag inderdaad. En ja, was lekker, ja. Was je er echt driedubbel gebrand op om belangrijk te zijn vandaag? Ja, eigenlijk ben je dat gewoon elke wedstrijd als je op de bank begint, denk je van als ik erin kom, moet ik het gaan doen inderdaad. En ja, vandaag was een mooi moment. Ja, ja, hoe ging dat bijvoorbeeld die assist alleen al? Hè? Dat is gewoon perfect voetbal eigenlijk. Ja, nee, het was een goede actie inderdaad en een goede voorzet. En ja, maakte natuurlijk ook wel goed af. En dat ja, was inderdaad een goede actie. Ja. Want, zag je El Ghazi al staan of zo? Was het echt de bedoeling om hem zo te geven? Nou ja, je weet dat er iemand voor de goal is. En die actie was wel zo echt gepland. Maar ja, die voorzet geven dan eigenlijk puur op gevoel en de hoop dat er iemand voor de goal is. En dan heb je het geluk ook dat hij goed valt. Ja, en dan die tweede, die komt helemaal, of jouw tweede, die komt helemaal op jouw konto. Je scoort en daarna ga je helemaal door het lint op een positieve manier. Waarom was dat? Ja, nee, ik was gewoon heel erg blij. En het is gewoon echt een bom van vreugde op dat moment. En je maakt dat doelpunt en het is mijn eerste doelpunt dit seizoen. En ja, daar was ik gewoon heel erg blij mee. En dan komt het er even op die manier uit, ja. En dan denk je even niet aan een gele kaart die je wel of niet kan krijgen? Nou, ik ben gelukkig niet zo'n man die elke week een gele kaart pakt, dus dat scheelt. Je rent ook naar de camera, daar zei je wat, alleen ik kon niet helemaal ontcijferen wat je precies zei. Nou, ik kan het zelf ook niet ontcijferen. Het was gewoon van alles door elkaar. Het was gewoon echt. Ja, zoiets was het, ja, inderdaad. Ja. Maar als je in deze vorm steekt ook, dan speel je ook tegen Parijs misschien wel. Ja, in deze vorm. Het is nu één wedstrijd, een half uurtje. En, maar ja, als ik dit vast kan houden en als dit de standaard voor mij kan worden dat ik elke wedstrijd een aantal van zulke acties heb en belangrijk kan zijn, dan. Maar een half uurtje, maar met het half uurtje, je wordt gewoon man of the match meteen. Ja, dat heb ik gelijk. Ja. Nee, dat is ook zo. Vandaag was ik dan heel belangrijk in een half uur, maar eigenlijk mocht ik starten, dan moet het 90 minuten zo zijn. En dan moet je gewoon, gewoon elke keer een actie kunnen maken dat je er voorbij vliegt. Ja, en over acties gesproken. Achter het standbeen langs een panna? Ja, nee, dat heb je goed gezien. Ja. Ken je geen medelijden of zo? Ja, nee, ja, soms dit was een goed moment. Ik draaide me eigenlijk om en ik kwam heel kort. En, eigenlijk zag ik een andere oplossing en dan doe je zoiets op gevoel, ja. Achter het standbeen en panna was de enige oplossing die in jouw hoofd kwam. Ja, ik kon er ook een corner uit halen, maar ja, dat is wel standaard. Ja. De beste oplossing aller tijden dit? Ja, dan wordt het doorheen, ja. Ja. Alleen de wedstrijd, ja, de eerste helft was matig, hè? Hoe heb je dat gezien van de bank? Ja, nee, het ging inderdaad heel erg moeizaam. Ik denk dat we niet eens heel slecht begonnen. Het eerste 10 minuten kwartier was niet eens heel slecht. Alleen daarna, ja, we maken natuurlijk ook een heel mooi doelpunt. Een beetje gelukkig leek mij, maar hij vliegt er hartstikke mooi in. En, ik weet niet, we kregen er geen grip op en we kwamen er niet echt doorheen. En we kregen ook een beetje ongelukkig rood natuurlijk toen. En toen moesten ze zich gewoon in gaan graven. En dan heb je eigenlijk die goal nodig dat je er wat makkelijker doorheen kan gaan voetballen. En die viel toen, wat was het, 67, 68 minuten zoiets. Ja. Ja. En nu dus op naar Parijs? Ja, nee, zeker dan. En probeer een mooi resultaat neer te zetten, ja. Nog één ding. Jij dacht, ik doe de omgekeerde Movember qua gezichtshaar. Geen snor en wel een baard? Nou, eerst had ik hem wel, maar hij begon een beetje alle kanten op te groeien. Ik dacht, nou ja, ik haal hem er maar af. Dat was echt geen gezicht. Dankjewel. Yes, graag gedaan.